artikel opgeleid hoe men meest blootgesteld wordt aan zus advertenties in winkels. Wanneer ons wel laatst iets gekoopt. Ja. Goed, als we brandstof kopen, dat is een noodzakelijkheid. Maar wanneer laatst jij, weet, moest je iets kopen of in die behoefte om iets te verbruiken? Je is niet altijd verbruikers, nie, je is niet altijd wat kan ik gaan kopen, wat kan ik krijgen. Want dat is alsof je vraag niet altijd je zo druk. Hierzo is je net zo'n rouw op je aarde, jij leeft. Ik kom eigenlijk nogal achter hoe men ons nodig heeft. En hoe men gedeeld ons nodig heeft. En het voelt zo alsof. Ik heb net een type van precies wat het gekeken. Wat? Die hele ding het gegaan over als die mensen niet minder gebruik. Ja. Letterlijk. Die heeft niet, niemand heeft morgen drastisch jouw leefstijl te veranderen en even skielik jouw kar weg te gooien. Maar in het begin het hier minder te verbruik. Ja. Dan ga je al klaar een redelijke goede bijdrage maken tot. Om hier die carbon voetspoor of die koolstof voetspoor af te brengen. Dan vind ik meer plekken zoals die lijkt. Als we naar die wereld kijken, ik ga het gaan. Maar dan moet ik nog eerlijk kijken. Gaan daar denk ik. Een andere naam van de dominee is, ek is een pastorale ingenieur. Je weet, so, mens werk met mensen. En mens wordt zelf ook zo so vastgevangen. Mens blij in die stad. Het is anders dan hier, waar je op een plaas in die Weskus is, in die veld. Je wordt blootgesteld aan koop en verbruik. En advertenties, wat je altijd voor jou sê, als je hier ding nie het nie, is je eigenlijk niks nie. En dat jij die beste weergave van jezelf moet wees als jij hier die ding het. So, dit is een cultuur geworden. Ik wil amper sê afgod. En die gevolg is dat mensen dit deurtrek in verschillende facetten van je leven. En dis eigenlijk hartseer, want die vraag is, wat kan ek jij krijgen? En nee, wat kan ik geen? En ik denk, als het een vraag kan begin vraag. Dan denk ik, gaan ons een stukje hemel op aarde kan skep.